What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping into part one of our Dust 19th Century, episode 13. If you guys enjoy it, make sure you get over to Show Doko Doko some love. Let's see where we're going. We've seen a lot. We've advanced in time. It's like we've been time traveling through Dust history. Like, legitimately, we started way back. And then we're getting a little bit more modern. We're seeing how things are all kind of piecing together. It's like a damn puzzle that we get to put pieces into every single new video. So it excites me. Definitely shout out to Mikael for the request. Let's jump in. Let's check it out together. Let's see what we got. Definitely get over. Show Paul H some love as well. Doko Doko and Paul H. Aan het einde van de eeuw van de vooruitgang ontbrandt de twijfel. Is het wel vooruitgang? De menselijke maat is niet meer de beperkende factor. Ik zie dit ook als een heilig doel. Dit is onze holy grail. Eén man wordt de voorman van het onbehagen. Hij was schrijver, psychotherapeut, arts, sociaal hervormer. Het was misschien... We learn about such cool people during this. People that you might not ever have heard about, have ever been able to walk through their shoes. But because of this, we can. Hij was schrijver, psychotherapeut, arts... sociaal hervormer. Het was misschien wel de laatste homo universalis van Nederland. Hij bouwt aan een nieuwe samenleving. Dit is heel duurzaam. Dit staat voor 100 jaar en zijn bijhoud nog langer. En werkt aan de wereldvrede. Tot de oorlog komt. De naïviteit is bijna schrijnend als je weet wat er even later gebeurde. De ontdekking van de keerzijde van het moderne leven. Ga maar naar binnen en laat het op je inwerken. Nou, dank je wel. Machines look a lot different than the mother machines that we saw. Wij weten nu al wat er mogelijk is en wat er over een jaar of 25 gewoon gevonden zal worden. Als ik het nu kan bedenken, dan kan het niet anders zijn dan dat het er over 25 jaar is. Denk nou eens even over die functionele contactlens die contact onderhoudt met jouw lokale datacentrum. Beelden kan projecteren op jouw netvlies. Jou van informatie kan voorzien over datgene waar jij op dat moment naar kijkt. Die iPhone heb je niet meer nodig. Die functionaliteit heb je gewoon ingebouwd. Of wie weet zitten wij helemaal geïntegreerd in jouw bluestheater. Dus elke dag trek je dan een mobiele telefoon aan. En als ze niet bevalt en de kleur staat niet aan, dan trek je een ander aan. Dat had je niet gedacht. Nee, dat had ik niet gedacht. Nee. Waar we aan bezig zijn, is dat je een pil slikt en dat je dan kan kijken of je darmkanker hebt bijvoorbeeld. En in die pil zit er dus een heel laboratorium. Dus hij haalt wat zeg maar, vloeistof uit je darmen en gaat dan meten of bepaalde afwijkingen in DNA zijn. En als dat zo is, dan gaat er een signaaltje van die pil bijvoorbeeld naar jouw mobiele telefoon en die geeft een seintje naar je huisarts. En dan kan je dus verder gaan voor onderzoek. Daarachter staat een bord Industrie 4.0. Waar gaan wij heen? Ja, wij gaan naar de industriële revolutie van de toekomst. En er wordt gezegd, de computer die je voor $1000 kunt kopen... zal in 2035 het menselijk brein evenaren. Dan krijg je een heel bijzonder effect... waarbij de computer in staat is om de volgende generaties computers te ontwikkelen. Dan krijg je dat het tempo van versnelling zelf weer in de versnelling komt. Want de menselijke maat is niet meer de beperkende factor. Het zijn de computers die hier keihard aan kunnen doorrekenen. En zij zullen steeds sneller worden, want daar zorgen ze zelf voor. Maar dan nemen de machines het over. It's so cool, but so terrifying. Ook als een heilig doel. Dit is onze holy kansen, grail. Kansen. De houding erop, de wereld staat nooit stil. Dus in onze beleving zal dat de lichtsnelheid zijn. De vraag is, wat doen die robots met jou? Het zal ons niet loslaten. We maken het voor jou. Wij weten nu al wat er mogelijk is. De ontwikkelingen overkomen ons als het ware. Je ziet het niet. Is er wel. Je ziet het niet. Is er wel.
Technologie, vernieuwing en vooruitgang, dat merkten mensen in de 19e eeuw al. De treinen, de trams, de machines, de vernieuwingen van de IJzeren Eeuw. Allemaal vooruitgang natuurlijk. En toch leek het leven er ook iets bij te verliezen. Eenvoud, rust, de menselijke maat. Bij alle mechanische vooruitgang leek de wereld zelf wel een machine geworden. En de mens daarin niet meer dan een radertje. Ontzield, gevangen. De IJzeren Eeuw kreeg iets van een ijzeren kooi. Er heerste een verdovend geraas. Overal rammelde, ratelde, stampte en dreunde het. Johannes zag alle hoeken der grote stad. Hoe het grote monster leefde, hoe het ademde en zich voedde. Hoe het in zichzelf verteerde en uit zichzelf weer opgroeide. Johannes, dat is de held van De Kleine Johannes, 1887 van Frederik van Ede. Toen een jonge schrijver en in ons land een van de eerste die woorden gaf aan een gevoel dat je ook vandaag de dag heel goed kan bevangen. Een gevoel voor de onheilspellende keerzijde van de vooruitgang. If technology had already started removing that human element from things all the way back in the 19th century, imagine how far technology has removed humans since. Very crazy. I don't know where we're going to end up, honestly, because if you would have asked me if a lot of the things that are possible now would be possible back when I was a kid, I would have told you that you're crazy, like you're reading some sort of science fiction book. Never going to happen. And now I look around. My father, he's shocked at the amount of space that something the size of your fingernail, how much data can be stored on there now. Like, that's nuts, 100%, considering when I was coming up, we were still using those big-ass black floppy disks, and, like, that's nuts. That's crazy. The short amount of time that it's taken us to just completely leap forward in by bounds in technology is fascinating to me. It shows the unlimitless thought pattern of humans, but at the same time, it's also kind of terrifying once you start getting into the AI stuff. I don't know. We'll see what happens. We'll need to be bringing back no mammoths, though. Hij was een zeer veelzijdig persoon. Het was misschien wel de laatste homo universalis van Nederland, als je het zo kan beschouwen. Hij was dichter, schrijver, arts, psychotherapeut. Hij heeft dat hier in Nederland geïntroduceerd. Psychotherapie was een gebied wat onontgonnen was. Hè? Het was niet zo van, je sluit je aan bij een richting van psychotherapie. De hele term was nog onbekend. Sterker nog, men dacht in die tijd, de paar mensen die zich daarmee bezighielden, met geestesziekten, zoals het dan heette, die mensen die dachten dat het veroorzaakt werd door lichamelijk dysfunctioneren, een of andere ziekte die in het lichaam zat, hersenziektes of afwijkingen in het zenuwgestel. Zij was de eerste eigenlijk die de omgeving betrok bij het ontstaan van psychische stoornissen. Het is soms de wereld die je ziek maakt. Het is de wereld, het is de maatschappij, het zijn de mensen om je heen, het zijn je omstandigheden, het is de armoede. En vandaar ook later zijn belangstelling voor de omgeving. Het is nu gemeengoed geworden, maar voor die tijd was het revolutionair. Het was een unieke visie die pas decennia later door zijn vakgenoten zou worden overgenomen. Van Ede, baanbrekend psychiater van de generatie van Sigmund Freud, die hij ook kent. Even een proef op de som, nu ik er toch ben. Wij proberen onthaaste historische vertellingen te maken, maar mijn eigen leven om dat te maken. I was like, what? Oh, yeah. And teach highly. You most certainly teach me a lot, 100%. Naast historische vertellingen te maken, maar mijn eigen leven om dat te maken is een en al haast. Als ik zoals in de spiegel kijk, dan denk ik, vroeger konden die ogen gewoon open. Ik lees geen boek meer het laatste jaar. Ik zie geen televisie meer. En het idee van een ijzeren kooi, erg uit de tijd van Van Ede, ja, daar zit ik in. Microfoontje hier, telefoon, iPad. De dwang van de elektronica. Ik luister naar je.
ik probeerde te kijken van wat is van belang voor jou? Wat vind jij nou ten diepste belangrijk? En dat sluit aan bij Van Ede. Want Van Ede die keek naar het leven wat geleid werd. Wel een leven was wat, wat de persoon ook wilde. Het is wel ironisch dat zit ik hier bij een therapeut... Ja. En is het meteen handig voor een televisieserie. De psychiatrie was voor Van Ede nog maar één experiment om de wereld te verbeteren. Hij zocht verder. Wie was die vernieuwer met die eeuwige onrust? Bij bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam ligt de neerslag van zijn leven. Een ontzagwekkend archief. Van Ede schreef die dagboeken levenslang. Wat is dat voor behoefte? Yes, there's so many just... Dat is, vaults ik denk, of documents. Dat is een behoefte om zich te verantwoorden voor zichzelf. En ten tweede dat je het idee hebt dat je vrij uniek bent. Dat zat er al vroeg in. Ja, dat moest geregistreerd allemaal worden. Wat ik doe, dat is de moeite waard voor andere mensen. Dat moet op papier komen. Kijkt een beetje naar de buitenwereld mee, ja. Het is niet helemaal naïef. Hij had een zeer groot superego, een heel groot geweten. Dat zeker. Hij zat voortdurend ook in conflict met zichzelf. En in de dagboeken kon hij als het ware zichzelf een beetje uitspreken, een beetje biechten ook. Twee etages lager bezetten studenten het pand. Een protest tegen het rendementsdenken dat moderne universiteiten van hun ziel dreigt te beroven. Een protest in de geest van Van Ede haast. En dan is er in het gebouw ook nog een samenkomst van het Van Ede Genootschap. Een mix van familieleden van de warme en de koude kant, Nederlandici. En mensen die nog steeds geïnspireerd zijn door de ongrijpbare vernieuwing. Simon. Dank. Ja, ik sta hier met dubbele loyaliteit plotseling, want ik ben ook student van de UvA. En zeer voor het protest dat gaande is, nu helaas ten koste van onze bijeenkomst hier. Onze tijd. De grauwe steden dijen uit, eenvormig droeve bouw. De zwarte rook bevuilt het kruid der groenende landouw. Waar eens de blije leeuwrik steeg. In zuivere morgenlucht woelt het gore volk in straat en steeg, vol stank en grof gerucht. Van Ede is voor mij eigenlijk gewoon inspirator. Hij lijkt denk ik heel erg op onze generatie. Wij zijn ook bezig met van alles en nog wat, idealistisch bevlogen. We zagen het vandaag met die maagdenhuisbezetters. Hij heeft van alles gedaan in allerlei genres. En kon eigenlijk niet kiezen, zo'n beetje zoals wij. En ik heb het idee dat hij daar uiteindelijk ook aan ten onder is gegaan. Wat is het voor een man? Literair begaafd, geïnteresseerd in de omgeving, geïnteresseerd in de wetenschap. Ook iemand die heel graag inderdaad aandacht trekt. Ook veel van vrouwen aandacht heeft gekregen altijd. Ook wel iemand die heen en weer zwalkt af en toe. Dan de ene keer weer heel erg hemelhoogjauchtend. En dan ineens weer zo'n tode betrupt. Dat geldt ook voor hem. Hij is zwaarmoedig en dat lukt allemaal niet. En toch een man van grote daden. Ja. Hij kon de hooghartige zijn en dan weer de deemoedige. Die wisseling van oprechtheid en aan de andere kant dat totaal weer negeren. Vandaar dus dat hij op veel mensen ook nooit een harmonische indruk maakte. Al die springerigheid, al die verschillende belangstellingen, wat daarin is een constante? Wat blijft hem bezighouden? Hij was enorm geïnteresseerd in de wetenschap, maar was ook enorm geïnteresseerd in het geestelijk leven, in de filosofie. Dat komt ook terug. Hij is een liefhebber van de natuur. Het buitenleven is erg belangrijk voor hem. En de stad is het verderfelijke element. Dat heeft hij ook verwoord in de kleine Johannes. Dat is een schitterende passage dat hij op een gegeven moment een beschrijving geeft van de stad. Ach, dat is zo netjes gekraft. Hè. De kleine Johannes. Thin paper right there. En zij kwamen in vuile straatjes, waar het strookje hemelblauw zo smal leek als een vinger en nog verduisterd werd door uitgespannen kleden. Daar krioelde het van mensen. Ze verdrongen elkaar, schreeuwden, lachten en zongen ook somtijds. In de huizen waren de kamertjes zo klein, zo donker en bedompt, dat Johannes nauwelijks durfde te ademen. Hij hoorde twisten en schelden en alle gezichten om hem
zagen moede, dom en onverschillig. We moeten weg van die stad, zegt Van Ede. Terug naar de natuur. Bijvoorbeeld naar het Naardermeer. Hier loopt hij rond met Jacques P. Thijssen, voorman van de natuurbeweging van de late 19e eeuw en schrijver van al die mooie natuurboeken. Steeds meer mensen volgen hun voorbeeld. Wat zochten die mensen hier? Ja, ze zochten zuiverheid en verheffing. En ze wilden vluchten uit de vieze, jachtige stad. Met zijn criminaliteit en al die vieze mensen. Kijk, het is natuurlijk zo geweest dat heel lang die steden magneten waren voor mensen van het platteland. Die meer wilden van het leven, die welvaart wilden. Nee, ik had een bunch of people that are like, yeah, screw the city. Dat werd in de stad opgebouwd. Maar zodra ze in de stad waren, in ieder geval de elite, begonnen ze te zwijmelen over het platteland. Een huis buiten met een tuin, met theekopjes die rinkelen als je aan de theetafel op het terras zit. Mevrouw gaat zelf tuinieren. Dat had je daarvoor ook niet. Burgers hadden geen tuinen. Maar nu wordt opeens tuinieren een liefhebberij. Mensen als Van Ede en anderen keren zich aan het eind van die eeuw van vooruitgang dus af van de vooruitgang. Ja, ze keren zich af van de beschaving, maar dat kunnen ze doen dankzij de vooruitgang, hè? Moet je niet vergeten. Ze kunnen terug naar de natuur omdat er een fijne tram naartoe rijdt. En treinen. Bijvoorbeeld de tram naar het Gooi was vanaf 1871 in bedrijf, geloof ik. En dan begint opeens dat Gooi vol te lopen met kunstenaars en met intellectuelen. De fiets is dan ook goed op gang gekomen. Maar die is er vanaf 1864. En dat gaat heel snel. Dat is echt te vergelijken met de manier waarop het internet de afgelopen 20 jaar is geaccepteerd en in gebruik genomen door de mensen. Zo maakt eigenlijk de beschaving het zelf mogelijk dat je je van de beschaving afwendt. Interesting. Ja, volgens mij is het. Paradijs, hè? Het paradijs van de getemde natuur. Een heel eind 19e eeuw, lijkt mij. Shall I be mother? Ja, graag. Hier in het Gooi, wat verandert er door de trek naar de natuur? Nou, bot gezegd, de natuur verdwijnt. Want het wordt steeds voller. Er komen gewoon steeds meer mensen. En er worden dus terreinen die eerst natuur waren, worden door villaparken en dergelijke in beslag genomen. Het is dus zelfs een zelfdestructieve beweging. Omdat datgene wat het mooiste is en wat zo gewaardeerd wordt, vernield wordt door degene die er zo van houden. Kijk, die villa's die werden toen gebouwd als een beetje lijkend op boerderijen. That's kind of everywhere for humans. En dat vinden we nog steeds ontzettend aantrekkelijk. We die grote rieten daken en zo. En die rustieke, asymmetrische muurtjes. Dat was toen heel geliefd. En het stond voor eenvoud, maar het is al heel snel eigenlijk voor weelde en luxe gaan staan. Het buitenleven met goud en glitter, dat is eigenlijk de laatste consequentie van die trek naar buiten die in de 19e eeuw is begonnen. We gaan een rondrit maken langs de villa's van bekende Nederlanders. We komen langs zo'n 60 locaties. En we gaan goed kijken of we er ook eentje kunnen spotten natuurlijk. Belangrijk bij zo'n tour. We zijn echt op safari. We komen zo bij het huis van de volgende zanger. Gordon kocht zijn huis in 1999 als soort recreatiebungalow. Had toen nog geen rietenkap. Hij had onder zijn huis een zwembad. Een 8-persoons bubbelbad in zijn tuin. Under the house? Hier aan de linkerkant gelijk komt de woning van John de Mol. Ondergrond heeft hij een fitnessruimte, een zwembad, een bioscoopje schijnt hij daar te hebben. Een tv-kamer met heel veel tv's aan de muur die gewoon continu uitzenden, zodat de idee... That's actually something I was wondering about with a huge part of the Netherlands being taken back from the ocean. Are there a lot of places that have basements and things like we do in America? Or is the water table too high that your basement would just always be wet and nasty? Or somebody let me know, I'm just curious. Idee kan opdoen.
Aan de rechterkant Paul de Leeuw. En wat er opvalt bij zijn huis, dat er geen grote poort of hekken voor de deur staan. De woning van Dennis Bergkamp. Een huis van 14 miljoen euro. Het huis van Linda de Mol. Linda heeft haar landgoed gekocht in 1999 voor zo'n 6 miljoen euro. Daarna heeft ze het nog voor 1 miljoen laten verbouwen. Het is een monumentaal pand. Big money. Wonen in het Gooi. Frederik van Ede waagt de sprong in 1898. Hij koopt een leeg stuk grond bij Bussum. Voor een nieuw leven en liefst een nieuwe wereld. Walden gaat zijn nieuwe wereld heten. Naar de roman uit 1854 van de Amerikaan Henry Thoreau. Die woonde in een zelfgebouwde boshut aan het meer Walden Pond. Dit wordt de plek. 4 hectare groot. Midden in de Gooise natuur bouwt Van Ede hier een zelfvoorzienende gemeenschap. Op deze plek zie je niet veel meer. Hier is, dit is de grond waarop de Villa Kruisberger stond. Het hoofdgebouw van de kolonie Walden. We staan nu in de villa. We staan nu een beetje, ja, we staan nu bijna in de villa. Ja. Misschien wel bij dit is het bomenlaantje, dat komt hier uit voor de villa. Ja, de oprit. Het was een groot wit gebouw met veel houtwerk aan de voorkant. Waarin kolonisten woonden die geen gezin hadden. Het moest dus een associatie worden van diverse kleine bedrijfjes. Ze moesten dus kunnen leven van hun eigen grond. En wat er dan een overvloed was, dat kon verkocht worden. Een tuinbouwbedrijfje zou er komen, een landbouwbedrijfje, bijenteelt, dat deed Van Ede zelf. Kassen kwamen er en een bakkerij. De bakkerij is uiteindelijk het grootste geworden. Veel van die gebouwen zijn er dus niet meer. Maar als we even lopen, vinden we toch ook veel terug. Nou, we lopen hier langs de uiterste zuidgrens van de kolonie Walden. Die weg was hier al? De weg was er al. Zandweg toen? Ja. Dit is het eerste koloniehuisje van Walden. En later is het bakkershuisje geworden. En het werd later heel groot. We hebben 16 bakkers gewerkt hier. Crazy. Dat is een koloniehuisje van dominee de Koe. Dominee op het terrein. Dominee op het terrein, een anarchistisch gezinde dominee. Dit is Hans en Griet. Het is Hans van Griet. Deze was van Kerry van Hoogstraten. Zij was boekhoudster op Walden. En je ziet toch wat boekenplankjes. Er moest wel gelezen worden. Ja. In 1901 kwam hier waterleiding. Maar dat wilde Van Ede niet hebben. Men was zelfvoorzienend en wilde het gewoon niet. Een beetje eigenwijs. Ja, dat is definitely a Hansel and Gretel house. Leven in eenvoud. Los van de hectiek van de moderne wereld. Sinds Van Ede en zijn generatie is het een verlangen dat ons niet meer loslaat. In het Noord-Hollandse Bergen op een voormalig militair terrein ontstaat op dit moment een ecodorp. Ook weer een zelfvoorzienende gemeenschap. Hoe bouw je zo'n nieuwe wereld? Links is de kaart van hoe het was toen we hem kochten. Dan zie je de 3 grote platformen met heel veel loodsen. En hier de entree met die 2 dienstwoningen ervoor. Dus, we staan nu hier in dit gebouw. In het midden staan wij nu. Nou, eigenlijk zitten alle elementen in die wij voorzien. Dus hier gaan we wonen. Zelfde bouwen huizen. Er komen hier gemeenschappelijke ruimtes.
bijvoorbeeld voor een winkel, cursusruimtes. En hier, in het hart, het cultuurplein, waar openluchttheater kan plaatsvinden. Hier lopen als een bomkrater, hè. Dat zie je. Dus, hier is een bom ontploft en later weer dichtgemaakt. En daar ook nog één en daar nog één. Dus er zijn hier behoorlijk wat bommen gedropt. Weer een whole community. Ik moet wel een beetje denken aan Walden van Ede. Ja, behoorlijk. Right here is where we are going to pause for today. We don't want to get too far into the next little segment and ruin tomorrow's episode. So I will definitely see the rest of you guys tomorrow. If you enjoyed it, make sure you get over and show Paul Ace some love. Most certainly appreciate Paul Ace and Doko Doko and their subtitling prowess. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video over there. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon and back. Peace.